Yo guys, Lesje hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is een nieuwe Minecraft Survival video. En vandaag is een speciale video, want vandaag gaan we de Ender Dragon Lesje leren. Yeah! Yeah! Vandaag ben ik met Sura! Simon is lelijk! Jaren! En Erno Gaming! Oké, hoe raak je het erboven? Mijn god, wie heeft dit? Deze technologie staat te ver voor mij. Wow, Aaron is er ook! Van Aaronski! Hey! Dus voordat we beginnen, natuurlijk is het geen slim idee dat iedereen tegelijkertijd in de end gaat. Daarom gaan we allemaal op één iemand stemmen die als eerst in de end moet. En mocht er iemand evenveel stemmen hebben, moet er schaarsteenpapier gebruiken. Gebeuren, maar. Dus iedereen zegt eerst één iemand die hij eerst in de end wil sturen. Oké, mijn stem is Simon. Oh, maar ik heb geen blokken, man. Ik heb geen blokken, dus als jij spawnt buiten het end... Opgelost! Oh, oké, Aaron. 13 blokken, hè. Hey Team Simon! Ik zeg Jarin, want hij is mijn concurrent qua bouwen. Oh! Okay. Wat? Oh. Wat zegt jij daar? Simon, wie stemt jij? Jarin. Oh! Ah no! Ik wil gewoon op Jarin een stem zodat de stemming gelijk is. Het hangt van mij af. Ja, ik kies Simon. Ja! Simon! Simon, jij krijgt de eri. Allah, of Enders. Ik ga ook nog een korte speech geven. Oké, boys, ik ga even een speech geven. Ja. Oké. Bedankt. Dus. Dus, we hebben allemaal... Wow! Boys, we hebben allemaal heel lang gewacht op deze datum. Wie heeft er zin in? Iedereen heeft er zin in. Ender Dragon en Enderman hebben ons lang genoeg gehad. Ender Dragon zit achter al het kwaad van de pillagers. Achter de Ender Dragons. Achter de opmars van extreem rechts. Oké, dat is niet waar. Let's get this out of the bitch! Simon! Oh, pas op. Waarom is dit zo'n open... Een torch. Kom, we gaan voor wat veiligheid, hè. Draakje! Okay. Draakje. Good job. Easy! Get them! Oké, ik ga voor het eerste metalen... iets. Eye of the eagle. Wacht, ik pak de pilaren met de metal bars. Ik snipe alles. Echt niks, maar ik doe gewoon of ik waarde heb in deze ding. Oké. Oh. Ah, maar jullie hebben dat al kapot gemaakt. Is alles al kapot? Is alles al kapot? Nee. Nog eentje. Je hebt echt niks gedaan, om eerlijk te... Oké. Oh. Hoezo kan ik hem niet hitten? De bucket. Oeh, die shit. Ik had die shit. Wie is er dood gegaan? Ik ben ook dood. Ik vergeef het je nooit! Het was mijn lievelings! Ah, ik heb er eens een keer afgerekend met jou, ik doe het nog eens! Wacht. Ik moet de stem opraan. Ah! Bij de kracht van de goden! Oh! Ook Groen ziet echt al die arrows vliegen. Nee. Ik zei toch, iemand heeft stuff! Sorry. Wie bouwt er zich nu? Waarom? Wie leeft er nu nog? Ja, maar dat is nu al twee keer dat ik mijn stuff verlies. Wat jullie toedoen? Nu zullen wij die oppakken. Wacht, ik heb barrels! Voor de reden. Ik ben er bijna, jongens. Ik ben er. Oh, maar Yolo krijgt een final hit natuurlijk. Ik heb hem pakken. Serieus, in. Ik heb eigenlijk echt niks gedaan. Ik ook niet, ik ben dood gegaan en dat was het. Ik heb 5 seconden. Ik balletje. Ja. Oeps, okay. Gletscher, your savior in need. Oké. Sorry. Hoe moet je dat doen? Is deze, gast? Ender pearl of niet? Bro. Ja, gewoon erin gooien. Auw. Okay. Ja, ik heb geen Ender pearl. Daar ben ik. Is het veilig om te komen of niet? Het is veilig om te ja, komen. Ja, oké. Okay. Mijn god, wat voor een spawn is dit? Help! Ben ik er wel door aan? What the fuck is dit water? Om je te saven, schat. Stop je dat dan niet! Wow. Doe rustig. We zijn 3 maanden later. Mijn camera is leeg.
En de chest room is af. Oké, dit is een beetje de aftermath. Eigenlijk is het de bovenkant van het schip is eigenlijk al helemaal af. Maar voor deze episode wil ik eigenlijk maar de kistkamer laten zien. De reden dat ik naar dit moment skip is eigenlijk gewoon omdat ik niks interessant meer heb gedaan in die end. Of ja, toch niet in mijn footage. Maar ik ga hier dus binnen. Wow, in mijn chest room. En ik kan eerlijk zijn, it is a pretty fucking epic build. Dus het concept is, we hebben allemaal kanonnen. En bij elke kanon is er een ander ding om te laden, zeg maar. Dit is allemaal wol. Hier moet ik nog iets in doen. Hier is allemaal kobbel. Hier is allemaal smoothstone en steen. Ladders, zo allemaal houten shit. En ja, dit is eigenlijk mijn, mijn chest room. Daar, dit verdiep moet ik nog inrichten. Hieronder is ook nog iets klein, dus... wacht, ik zal het even open doen, dan kun je het zien. Daar is ook nog iets, dus daar wou ik zo'n soort van gevangenis maken, maar ik moet dan eerst nog mobs en villagers vinden. Maar laat me even verder rondleiden in de chest room. Dus dit is de chest room. Ik ga er ooit dus een mooie cinematic van maken, maar dan moet wel heel het schip af zijn. En het heel schip is ook af, alleen buiten de onderste verdiepingen. Ik vind het echt enorm goed gelukt. Zeker als je zo hier gaat kijken, je zit precies echt zo in een dek van een schip. Dat is gewoon, ja, ik vind het echt oprecht fucking raaf. Het is ook een gigantische chest room. Wat ook echt handig is. En natuurlijk ligt alle valuable stuff hierin. Die diamond mag trouwens terug hier. Ik heb ook nog wat kobbel, omdat ik ook met een nieuw project bezig ben. Maar dat is niet hier, dat is bij het social house. Maar goed, het was een kleine korte update. Ik ga de video afsluiten. Dus vond je het video leuk? Was het een blauw rijmpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder in Minecraft Survival. En ik zeg ciao.